Het drugsbeleid. Hoe moet dat verder? Moeten we alles maar verbieden of moeten we het anders doen? We lezen vandaag de opmerkelijke visie van een conservatief-christelijke regering in Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog. Drugs en alcohol zorgen altijd voor veel politiek debat. Ja, mensen zijn vrij om te kiezen wat ze tot zich nemen, maar alcohol en drugs leveren ook wel hele grote problemen op. Leerlingen die knetterstoond hun schoolcarrière wegblowen, criminaliteit door drugshandel, geweld door alcoholmisbruik. Maar wat moet de overheid daaraan doen? De huidige regering lijkt zich alleen maar te werpen op de aanpak van criminaliteit. Aanpakken van de drugsmafia. Ja, dat is natuurlijk prima, criminelen moet je keihard aanpakken, niks mis mee. Maar op andere punten laten ze het liggen. Verbieden en bestrijden, dat is het motto. Maar is het niet beter om bijvoorbeeld cannabis gewoon te reguleren? Gecontroleerd laten telen, zodat je de schadelijke stoffen erin aan regels kan binden. Dat je nog meer eisen stelt aan de verkoop van coffeeshops. Eigenlijk zoals we dat ook een beetje met alcohol doen. Een van de zwaarste en grootste harddrugs trouwens die we kennen. Geen sprake van, zegt de regering. Geen regulering. En dat lijkt altijd al de houding geweest te zijn van regeringen. Maar dat is niet helemaal waar. Nog geen 80 jaar geleden hadden we ook een rechts-conservatief-christelijke regering. Maar zij hadden een heel ander beleid wat betreft drugs. Zij hingen het regiestelsel aan. Toen speelde vooral opium een rol. Dat is nog een veel sterkere drug dan cannabis. In de Nederlandse koloniën werd legaal opium geteeld en de overheid bond de handel en verkoop aan regels. Dat deden ze om misdaad te voorkomen en ook om gezondheidsschade in het vizier te hebben. Er werd regie opgevoerd, niet de ogen gesloten. Dit Nederlandse beleid stond haaks op de war on drugs die nu en ook toen al door Amerika werd voorgestaan. Een Nederlandse diplomaat noemde dat Amerikaanse beleid destructief idealisme. Tijdens een debat in 1928 over het drugsbeleid zei de conservatieve minister Belaerts van Blokland dat het Nederlandse regiestelsel door steeds meer landen, zelfs door delen van Amerika, als meest efficiënt, praktisch en flexibel werd gezien. En de enige redelijke wijze waarop het probleem van opiumgebruik kan worden aangepakt. Helaas moest Nederland na de Tweede Wereldoorlog toch onder druk van Amerika het regiestelsel aan de wil hangen. Maar rond cannabis kwam Nederland daar al in de jaren 70 op terug en voerde het zogenaamde gedoogbeleid in. Het is eigenlijk een beetje een rare naam, want het suggereert gedogen alsof je een oogje dichtknijpt. Alsof je iets door de vingers ziet, terwijl het beleid nou juist eigenlijk gericht is op regie. Je ogen opensperren om er bovenop te zitten, jongeren te beschermen, op tijd in te kunnen grijpen bij verslaving. En wat mij betreft zou dat regiestelsel door moeten gaan in het reguleren van teelt en handel. Niet je ogen sluiten of een oogje dichtknijpen, maar je ogen open houden. Wijd gesperd. Regie, dat hebben we nodig in het drugsbeleid. Een opmerkelijke houding van de Nederlandse regering uit 1928. Ik wens u een vrijzinnige week.